Dames en heren, welkom bij weer zo'n nieuwe video. Voordat we beginnen, we hebben bijna de 100.000 abonnees te pakken. Dus vergeet niet te abonneren op dit kanaal als je nog niet geabonneerd bent. En als je dit vette video's vindt. Ik zag dat 100% van de kijkers nog niet geabonneerd is. Dus vind je het een leuke video? Vergeet niet te abonneren hieronder in de comments. Er zijn ondertussen een hoop Nederlandse YouTubers. En tussen die Nederlandse YouTubers zitten ook een paar televisiebedrijven. Dat zijn dus bedrijven die normaal gesproken allemaal shit voor tv maken. En nu dat ook op YouTube proberen. Bekende partijen zijn de NPO, maar ook MTV maakt heel veel op YouTube. Het mooie aan al deze dingen is dat het amper bekeken wordt. Het lijkt alsof ze niet helemaal snappen dat ze het voor internet maken. Heel veel geld zit erin, ze hadden met hele dure camera's. Het ziet er altijd heel gelikt uit. Er zijn altijd 30 mensen achter de schermen mee bezig. En dan gooi je het online en dan heeft het 4000 views of zo. We gaan vandaag naar een aantal van deze kanalen kijken. En we gaan beginnen bij de nieuwe gasten. Er was dus ooit een YouTube-kanaal, dat heette De Gierige Gasten. Dat concept vonden ze zelf zo sterk dat ze dat nu gewoon internationaal zijn gaan doen. Hello people from all around the world. This is Niels, this is Boris, we're the greedy guys from Amsterdam. Maar er was dus een punt waarop ze dachten, nou, nu is het wel mooi geweest. En toen hebben ze hun hele kanaal verkocht aan Talpa. Talpa is ook de partij waar StukTV hun kanaal aan verkocht heeft. Maar ik denk dat het verschil is dat dus StukTV heeft ook het team erbij verkocht. En het concept. En Gierige Gasten niet. Dus ze kochten eigenlijk alleen 200.000 abonnees of zo. Het concept van Gierige Gasten was altijd dat ze gingen proberen om zo goedkoop mogelijk allemaal shit voor elkaar te krijgen. En het concept bij Nieuwe Gasten is dus niet dat. Ik heb hier het kanaal Nieuwe Gasten, 410.000 abonnees. Min 1000 abonnees de afgelopen 30 dagen. Oei. Maar hier zijn ze. Dit zijn dus de nieuwe gasten. Ik heb ze nog nooit gezien, deze mensen. Elke week komen er 2 video's online, lijkt het. En ze hebben allemaal geen views. 4000 views, 4000 views, 9000 views, 5000 views, 75k. Yo, we hebben een viraltje te pakken. Let's go, man. Iedereen bij Talpa, lekker gewerkt. Hoeveel budget zou er in zitten? Meer dan 75k views waard is, denk ik. En misschien moeten we even kijken naar de eerste video die ze gemaakt hebben van de nieuwe gast. Wij zijn nieuwe gasten 8 maanden geleden. Wij willen jou heel erg bedanken voor het kijken al die jaren. Het kanaal gaat zeker door, maar dan zonder ons. Dat is mooi, man. Ja. Dit is dus het moment dat zij een enge bag gepakt hebben. Besef dat even. Dit kanaal gaat door, maar dan zonder ons. Hop, en die knuffel, hoppa. 200k op de bank, 2 ton. Ze waren misschien gierige gasten, maar ik denk niet dat dit goedkoop was. Ik denk niet dat dit goedkoop was. Wij zijn gasten. Nieuwe gasten. We zijn niet meer gierig. We zijn nieuwsgierig. En we vragen ons wel eens af, hoe komen we allemaal verder? We hebben het antwoord gevonden. En het antwoord is simpel. We komen verder door vragen te blijven stellen. Dit is weer geschreven door een of andere marketingman in een pak, hè? Of een of andere hippe creative die denkt, jongens, oh, we gaan echt, nu gaan we een YouTube-kanaaltje neerzetten. Dit kanaal gaat iedereen checken, omdat, wat gaan we doen? We gaan vragen stellen. Door vragen te blijven stellen. En we zijn niet meer gierig, we zijn nieuwsgierig. Snap je? Niet? Kunnen we vliegen? Kan ik mijn angsten overwinnen? Kan een digitaal object uniek zijn? Hoe blijf ik gezond? Kunnen we ons sneller voortbewegen? Is er meer tussen hemel en aarde? Wij zijn gasten. Nieuwe gasten. Dit is niks. Ze zeggen niks. Ze zeggen... Kan je vliegen? Kunnen we vliegen? Dat is al zeg maar 200 jaar geleden uitgezocht. Kan je vliegen? Wat is dit voor vraag? Wij zijn gasten. Ja, oké. Maar dit zegt mij niks. Oh, dit is niet goed. Hierbij een impressie van wat je de komende tijd van ons kunt verwachten. Inhoudsloos gebrabbel dus. Interessant. Oké. Nou, lekker bezig Talpa. Zullen we nog even één video aanklikken? Even kijken wat ze verder nog doen. Lieke kiest blind date op basis van outfit. Dus ze maken nu soort van sideman video's. Oké. Oké. Lieke is open, avontuurlijk en nergens bang voor. Behalve voor de liefde. Ja, de liefde heb ik. Ja, echt? Met verschillende experimenten en dates gaan we op onderzoek uit. Dit is Expeditie Liefde. Hoe kun je van... We kopen een kanaal wat bekend staat om zeg maar gierige sociale experimenten gaan naar... We gaan deze presentatrice aan de liefde helpen. Dus ergens is er iets fout gegaan bij Talpa. Ergens is er een soort disconnect ontstaan tussen het publiek wat ze voor heel veel geld gekocht hebben... en de dingen die ze eigenlijk wilden maken. Even kijken, 22 comments. De editor van deze video heeft naar bankzitters gekeken. Wacht eens even. Video's van Jubilee jatten. Het is ook... Dit concept is al zo vaak gejat dat de mensen in de comments het er niet over eens zijn van welk kanaal dit nou eigenlijk gejat. Is. Stop AB met dit kanaal. Zo zonde van jullie geld om deze video's te maken. Yo, zeg waar het op staat, Charmanes. Tot nu toe was het nog geen groot succes. Nee. Oei, ze hebben het over hun eigen kanaal. Per ongeluk.
Een tweede kanaal dat ik heb gevonden, jongens, heette dus eerst MTV First. En dat is nu Complex NL. MTV First was altijd een soort jongere zender waar ze altijd heel erg ingingen op de straattaal en het hip zijn. Yes, ja, we hebben een leuke challenge. Oh. Jullie krijgen allemaal een kaartje, nummer 1, 2 en 3. Maar nu heet dat kanaal dus Complex NL. En wat heel veel mensen waarschijnlijk niet weten, is dat Complex, het is een heel groot Amerikaans mediabedrijf, en die hebben dus het format Hot Ones in handen. En dat hebben ze naar Nederland gebracht. Met Willy Wartaal als presentator. Oké, want ik ben ready. Je hebt zeg maar Hot Ones, wat bekend staat om gevatte interviews met echt diepgaande vragen. En dan heb je Willy Wartaal, die dus op deze manier interviewt. I like it. Wat zijn eigenlijk drie dingen die je bereikt hebt waar je echt trots op bent? Ik denk dat als Sean Evans dit zou zien, dat hij zou zeggen... Yo, that's too bad, man. I don't like it. Complex NL Official. Dus even kijken of ze ook subs verloren zijn. Dit is ook allemaal gekochte kanalen. Het is zo raar eigenlijk dat al die Nederlandse tv-bedrijven allemaal kanalen overkopen. 1000 abonnees erbij afgelopen maand. Deze mensen zijn aan het groeien. Oh, de video's op dit kanaal worden wel een stuk beter bekeken. Ze doen nu de Red Bull Rap Champs. Die gaan gewoon lekker, oké. Okay. En dan hebben ze hier Hot Ones. Wat dus volgens mij hun bekendste programma is. Hun bekendste format. En dan zie ik hier 25.000 weergave voor de Hot Ones met je broer. Oei, volgens mij heeft mijn Hot Ones zelfs meer views. Dat is een L. Dat is een L voor jullie, jongens. Het spijt me. Ik ben met je broer, man. Let's get it. Big legend. Grote artiest. Record label ook. Groot. Doe je allemaal muziek? Muziek maakt hij? De comments ook, hè? De comments vinden dit dus ook. Hier zo. Jammer dat ze hier de kern van het originele Hot Ones volledig mislopen. Willy, je bent echt een baas, man. Begrijp me niet verkeerd. Maar zoals Sean Evans het concept heeft neergezet met de originele... Yo, Kwebbelkop! Kwebbelkop bij Hot Ones! Wacht eens even! Ik had dus verwacht dat Kwebbelkop wel een guy zou zijn die zou zeggen... Nee, man, ik wil alleen de Amerikaanse Hot Ones doen. Maar hij gaat dus hier zo, gaat hij hete kip eten. Gaat ze allemaal eten? Zal ik even gaan liggen? Mag. Nog eentje. Ga niet goed met Kwebbelkop, man. Yo, ik wanneer ik zie hoeveel en de NFT's van Trump kosten. Complex snel, lekker bezig, man. Hey, blijf zo doorgaan met het produceren van de Nederlandse Hot Ones. Bijzonder. Ik heb nog een kanaal gevonden en dat is het kanaal van MTV zelf. En die maken nu niet super interessante dingen volgens mij. Ja, Jordy's React. Ik ben dus niet op de hoogte van alles wat op MTV gebeurt. Maar aan de views te zien, de rest van Nederland ook niet. Oké, okay, dit is vooral Ex on the Beach video's. Ex on the Beach. Maar voordat ze bij MTV allemaal Ex on the Beach-achtige dingen maakten, hadden ze dus een vaste presentator. En dat is niemand minder dan Rijke Hofman. Gio en Jade hebben het uitgemaakt. Of, nou ja, volgens mij TikTok heeft Jade het uitgemaakt. Maar voordat hij dus dat deed en voordat hij zijn podcast had, werkte hij bij MTV en had hij allemaal eigen programma's. En ook dit is dus 4 jaar geleden, is niet zo goed bekeken. En het heet Een Ervaring Rijker. En het idee is dat Rijk Hofman als soort van make-a-wish, maar dan zonder dat je terminaal ziek bent, jou een ervaring die je altijd al hebt willen doen, gaat geven. En deze vrouw wou alles van de snackbar eten. Mijn liefde heeft mij gemaild. Zij heeft namelijk altijd al de droom gehad om naar een snackbar te gaan, daar lekker te gaan zitten en dan alles, maar dan ook echt alles van de menukaart bestellen. Ja, en daar kan ik erbij helpen. Dus dan komt Rijk en dan zegt hij, hier is €20 of zo. Is dit wat ze in gedachten hadden bij dat ze het programma bedacht? Dat ze dachten, ja, dan gaan we mensen hun grootste ambities gaan we waarmaken. En dan krijgen ze een inzending, ik wil alles van de snackbar eten. En dachten ze, dit is hem. Deze ambitie, dit kan Rijk wel. Hier geloof ik wel in. Een Mexicano, frikandel, rundvleeskroketje, goulashkroket, groentekroket. Oh mijn god. Ik word helemaal ongemakkelijk hiervan. Ah! Even Rijk. Er staan kotsen voor 7000 views. Ik zie hier trouwens ook, kun je parachute springen met een panini tonijn in je maag? Ik dacht dat het idee dus was dat hij mensen ervaringen ging geven, maar ik denk dus dat hij eigenlijk heel veel gaat kotsen of zo in deze serie. Vet man. Yo, dat vind ik wel hard. Oh, maar dit is ook wat ik voel. Kijk, er zijn een nepslaat tussen de slits. Ze is nog nooit in een snackbar geweest, lijkt het. Wat is... Dus gewoon, je mag er gewoon naar binnen lopen, hè? Hij werkt hier dus best wel lang bij MTV. Dus hij heeft gewoon nog meer programma's gemaakt die niet bekeken zijn.
Hoi, mijn naam is Rijk Hofman en welkom bij MTV Now. Trump en Kim, they changed world history. Nee, niet Kim Kardashian, Kim Jong-un. Oh wel, de beste man heeft ook goede ronde vormen. Maar wat is er nou aan dan, dames en heren die onder een steen hebben geleefd de afgelopen week? Ik ga het jullie uitleggen. Dit is een soort programma waar die nu.nl opleest. Nu.nl is gewoon gratis app, hè? Ik zeg, ja, oké, nee, dat jullie op de hoogte zijn. En had hij een show die heet Verrijk je kennis. En hierin ging hij dus niet van nu.nl oplezen, maar vanaf de Wikipedia van een persoon. Nikki Tutorials heeft Kim Kardashian opgemaakt. Ze is Nederlands. Wie is deze vrouw? Nikki de Jager, ja, beter bekend onder de naam Nikki Tutorials, is in 1994 geboren in Wageningen. Ja, toen ze puber was, verdiepte ze zich in make-up en in 2008... Dit is een beetje raar, maar naast dan dat hij de Wikipedia opleest, gaat hij ook een soort van quiz houden met zichzelf. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Verrijk je kennis. En Rijk, je mag gelijk antwoord geven. Wat denk jij dat de reactie was van Nikki op haar allereerste video? Ik denk dat ze zichzelf wel schattig vond. Dat verwacht ik. Ik denk dat ze het afschuwelijk vond. Zou die dit zelf bedacht hebben of zou MTV dit bedacht hebben? Want wederom hier gaat er wat mis. Er is ergens wat misgegaan dat dit is ontstaan. Het heeft dan ook 1,7k views. Rijk, ik hoop dat je hier een prima zak geld voor hebt gepakt. Want dit is dus... Oké, dit waren de kanalen die ik gevonden had. Maar er zijn vast nog wel meer tv-producenten die shit op YouTube zetten wat niet bekeken wordt, maar waar wel veel te veel geld in zit en veel te veel tijd in zit. Heb je er nou zo eentje gevonden? Laat het zeker weten hieronder in de comments. Vergeet niet te abonneren. We zijn bijna op de 100k. En als we het nog voor eind dit jaar kunnen halen, dat zou dus insane zijn. Dankjewel voor het kijken. Doei.